Om 19:30 verzamelen de stakende werknemers zich bij de poort van de fabriek in Oud-Beijerland om zich te registreren. De actie is onderdeel van een estafettestaking in de grootmetaal. Ook in Nijmegen en in Delfzijl wordt vandaag gestaakt. En volgende week wordt onder meer actie gevoerd in Alblasserdam. Ik ben 57 en ze willen de oude regeling willen ze een beetje afpakken. En daar zit ik bij natuurlijk. En we krijgen elk jaar zoveel dagen bij en dat willen ze ook afpakken. Dus dat is voor mij wel belangrijk. Dus daar doe ik het ook wel voor, ook voor de medewerkers die ook deze leeftijd hebben. Je hebt weinig meer te zeggen, weinig meer in te brengen. En loonsverhogingen niet, je wordt niet gewaardeerd. Wat dat betreft is het niet leuk. Ja, maar het zijn natuurlijk ook moeilijke tijden, ook voor Koning begreep ik. Tuurlijk, maar ook voor Koning breken de goede tijden aan natuurlijk ook weer. Dus dan is een gevolg van, joh, waardeer je mensen ook eens een keer. Maar dat gebeurt niet. Het is voor ons ook crisis geweest natuurlijk. En dat is nog, ze willen een hoop afpakken. En dan hopen wij iets van toch te behouden. Het is het uiterste middel wat we doen. En het uiterste middel hebben we hier nu nodig om tot een CAO te komen. In de grootmetaal wordt al langer actie gevoerd voor een betere CAO. Het gaat om loonsverhoging, maar ook om medezeggenschap en scholing. Ja, het is niet meer zo dat je je hele leven bij één baas werkt. Hè? Over het algemeen niet. Dus je moet je blijven ontwikkelen. De maatschappij die verandert heel snel, de banen veranderen heel snel. Nou, daar moeten ook fatsoenlijke scholingsbudgetten voor komen om dat te kunnen doen. Applaus voor jezelf nog een keer en we gaan ervoor, voor die fatsoenlijke CAO. Tot morgen. Ja.